De politie heeft vrijdag meer dan 500 kilogram cocaïne verbrand te Krakka. De narcotica-brigade heeft samen met de militaire politie onder toezicht van het Openbaar Ministerie de drugs vernietigd. Het gaat om de drugsvangst van de vorige week tijdens een wegcontrole van de politie te Peking Saron. Hierbij was een legerofficier betrokken. Tot nu toe is maar één officier aangehouden. En de onderzoek duurt voort, dus er kan nog meer aanhouding worden gepleegd. Maar tot nu toe één legerofficier aangehouden. Omdat wij het onderzoek voorzetten en dat ook een legerofficier betrokken is, dan zijn we betrokken. Omdat er een optimale samenwerking is met de narco en ook met KPS. We hebben altijd een optimale samenwerking. We onderzoeken het geval samen. Dit is de vijfde verbranding voor het jaar. Het gaat om drugs die in de periode van zaterdag 4 december tot en met donderdag 9 december in beslag is genomen. Het gaat om cocaïne in vloeibare en vaste vorm. Daarnaast is er vrijdag ook ruim 19 kilogram marijuana en 3,5 kilogram hash vernietigd. Vorige week was al 373 kilogram cocaïne verbrand.